De vakcentrale C47 heeft sinds haar oprichting veel hoogtepunten meegemaakt. Maar ook dieptepunten zijn haar niet bespaard gebleven. Robbie Berenstein, voorzitter van C47, is zaterdag bij de viering van het 50-jarig bestaan van de organisatie ingegaan op de verschillende zaken die de centrale heeft meegemaakt in de halve eeuw. Volgens hem heeft vooral de militaire periode een bittere nasmaak gelaten voor de vakbeweging. De vele vertrappingen van werknemersrechten, intimidaties van werknemers en vakbondsleiders bij het organiseren van mensen in een vakbond, gevangenneming van vakbondsleiders bij het opkomen voor hun rechten, kunnen gezien worden als dieptepunten voor niet alleen C47, maar voor de totale vakbeweging. Het doodschieten van vakbondsleider Jowini Abaiza is daarom ook een zeer betreurenswaardig dieptepunt in onze vakbondsgeschiedenis. Het absolute dieptepunt echter zijn de verwikkelingen op en rond 8 december 1982. Waarbij onder andere vakbondsgebouwen zijn vernietigd, vakbondsleiders en andere vrijheidsstrijders zijn vermoord. Berenstein zegt verder dat C47 daarom blij is met het vonnis dat is uitgesproken tegen ex-legerbaas Desi Bouterse en de overige veroordeelden. Vakbondsleider Armand Sunder, die namens de Raad van Vakcentrales in Suriname, RAFACSUR, het publiek toesprak, ging in op de uitdagingen waar de vakbeweging op voorbereid moet zijn. Hij meent dat vakbondsleiders in de toekomst meer onderzoek moeten doen naar vraagstukken die betrekking hebben op het arbeidsproces. En er zijn grote uitdagingen. En uiteraard zal C47 als een van de stewards, een van de trendsetters in de vakbeweging in ons land, daar ook een belangrijke bijdrage aan moeten leveren. Het punt is dus dat de vakbeweging zal moeten beseffen dat er research moet worden gedaan. Zonder onderzoek geen vooruitgang. Dus dat wil dus zeggen dat wanneer je kijkt naar de founding fathers van RAFACSUR, dan zie je dus dat zij hebben geprojecteerd een wetenschappelijk bureau. Maar een wetenschappelijk bureau is een mooi woord. Het is eigenlijk een containertaal. Het gaat er namelijk om dat binnen het instituut van de vakbeweging wij nu onderzoek gaan doen en dat wij de resultaten van dat onderzoek moeten gaan vastleggen. Want de vakbeweging 4.0 is een vakbeweging die gedocumenteerd moet kunnen praten over productiviteit, gedocumenteerd moet kunnen praten over climate change. Vakbondsleider Armand Sunder. Hij sprak zaterdag bij de viering van 50 jaar C47. De activiteit was in het SPAG-gebouw.